Er bestaan nogal wat misverstanden over het feit dat de rechter geen werkstraf heeft opgelegd aan ACID. Uit het vonnis blijkt duidelijk dat de ACID hiermee niet akkoord kon gaan en duidelijk opteerde voor de vrijspraak. Dit heeft hij ook voor de media gezegd. ACID wou dus de vrijspraak en daarom wou hij geen akkoord betuigen met een eventuele werkstraf. Uit het vonnis blijkt nochtans ook duidelijk dat de rechter hieraan dacht bij het opleggen van een straf. De rechter kan evenwel pas een werkstraf opleggen als de beklaagde daarmee akkoord gaat. Dit wordt uitdrukkelijk in de wet bepaald, omdat niemand volgens artikel 4 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gedwongen kan worden dwangarbeid of verplicht arbeid te verrichten. Opgelet, wanneer ACID beroep instelt, dan kan hij opnieuw voor de vrijspraak gaan en bijvoorbeeld in ondergeschikte orde een werkstraf vragen. Ik heb een volledige vragenlijst met antwoorden gemaakt over het proces ACID. Als u deze wilt zien, voer deze link in uw browser of gebruik de QR-code. Ik zal evenwel in een aantal korte filmpjes ingaan op een aantal vragen, onder meer op de vraag of hij streng werd gestraft, of je een vergelijking kan maken met de straf opgelegd aan de reuzegommers, en zo verder.